In deze video ga ik jullie tonen hoe je een drankje door kracht of Strengthenist Potion kan maken in Minecraft. Dus laten we geen tijd verspillen en laten we meteen beginnen. Om elk drankje te maken in Minecraft heb je natuurlijk een brewing Stand nodig. En deze is eigenlijk zeer simpel om te maken. Hiervoor wil je in het midden van je Crafting Grid één Blaze plaatsen en daaronder drie Kobbelsteun. Hiernaast heb je ook nog drie glazen flessen nodig en deze worden gemaakt door een V-vorm van glas te maken in je Crafting Grid. Er zijn ook nog een aantal andere items die je nodig hebt en die heb ik hier in deze kist gestoken. Het eerste van deze items is de Nether Ward. Een Nether Ward kan je vinden in Nether Fortresses. Bovendien heb je ook nog twee blaze powder nodig. En blaze powder wordt dan weer gemaakt van blaze rods. En blaze rods krijg je van blazes en die kan je ook weer vinden in de Nether Fortress. Uh, rechts onderin heb ik ook nog drie items gezet die optioneel zijn. Deze heb je dus niet nodig, maar kun je je drankje wel veel sterker maken. Deze items zijn gunpowder Redstone en Glowstone. Ik zal later in het tutorial nog wel vertellen wat deze items allemaal kunnen. Nu is het tijd om de glazen flessen te vullen met water. Dit is eigenlijk zeer simpel. Hiervoor wil je de glazen flessen in je hand nemen, hiermee naar het water gaan, dan drukken op de rechtermuisknop en voilà, nu worden ze gevuld. Als je dan drie waterflessen hebt, ga je nu naar de brewing stand en plaats je deze drie waterflessen van onder in de brewing stand. Nu gaan we links van boven in de Brewing stand gaan we één blaze powder plaatsen. Dit gaat de fuel worden om, die we nodig hebben om het drankje te maken. En dan gaan we van boven in de Brewing stand gaan we één netherword zetten. En zo krijg je dus een Awkward Potion. Nu moet je gaan beslissen of je een splash potion wil maken of niet. Een splash potion zorgt ervoor dat je het drankje kan gooien. In plaats van dat je het moet opdrinken. Dat is dus zeer handig voor een PVP. Maar hoe maak je het juist? Hiervoor wil je van boven in de Brewing stand. 1 gunpowder plaatsen. Wil je geen splash potion, kan je deze stap gewoon overslaan. Nu is het tijd om van deze Awkward Potion een strength potion of uh, krachtdrankje te gaan maken. Hiervoor willen we nu van boven 1 extra blaze powder gaan zetten. En als je dan uh, dat doet en eentje zal wachten, zal je een Strength Potion krijgen. Maar het probleem is dat dit drankje eigenlijk nog niet zo heel sterk is. Het is maar kracht 1, dus het geeft je maar 3 extra aanvalspunten en het duurt maar 3 minuten. Als je nu van boven redstone gaat toevoegen, gaat de duratie van het drankje van 3 minuten naar 8 minuten. Maar je kan ook glowstone toevoegen. En dan daalt de duratie van 3 minuten naar 1,5 minuut. Maar je doet in plaats van 3 extra damage 6 extra aanvalsschade. Dus in dit voorbeeld ga ik kiezen voor glowstone. Vanaf nu is het drankje af. Ik ga jullie nog eventjes rap een korte tip geven over hoe je een splash potion het beste kan gebruiken. Want als je een splash potion gaat gebruiken door die recht naar beneden te gooien, ga je zien dat je maar 1 minuut en 19 seconden aan potion effect gaat krijgen. Maar als je deze gaat gebruiken door recht omhoog te kijken en hem dan in de lucht te gooien, ga je de volle 1 minuut 30 aan potion effect krijgen. Oké okay mensen, dit was dus voor deze video. Vond je de video handig, geef hem zeker een like, abonneer op mijn kanaal en klik op de playlist rechts. Want daar heb ik een playlist gezet met al mijn andere drankjes tutorials. Dag je